Hoi, dit is een filmpje over motoren die je met de Arduino kan aansturen. En ik sta even stil bij drie verschillende types. De gelijkstroommotor, de stappenmotor en de servomotor. Eerst maar eens de eenvoudigste. Hier zien we een uh, gelijkstroommotor. Je ziet uh, twee uh, kabeltjes. Uh, wat betekent dat je de hoge spanning overheen kan zetten of laag. Dat wil zeggen, je kan de plus met de plus verbinden en de min met de min of andersom. Uh, in het ene geval draait hij de ene kant op en uh, als je hem andersom aan sluit en draait hij de andere kant op. De hoogte van de spanning die je geeft die uh, bepaalt uh, hoe hard hij draait en um, uh, uh, zo'n motorje draait over het algemeen best wel best wel hard, best wel snel. Um, daar is een uh, oplossing voor. Uh, als je wil dat je bijvoorbeeld uh, je robotje langzaam rijdt dan zou je kun gebruik kunnen maken van een overbrenging. Het is niks anders dan een combinatie van tandwielen die ervoor zorgt dat de uiteindelijke as uh, veel langzamer draait. Een bijkomend voordeel is dat het moment wat je wiel dan kan uitoefenen groter wordt. Dus hoe minder hard hij draait, hoe groter eigenlijk het moment wordt. Dus uh, uh, ja, zo'n zo uh, gewoon motortje kan je met je vingers uh, vrij gemakkelijk tegenhouden. Uh, je hoeft niet zoveel kracht uit te oefenen om hem te stoppen. Maar zodra er uh, zo'n overbrenging op zit, uh, wordt dat. Zullen we maar zeggen lastiger. Oftewel is je systeem krachtiger geworden. Een andere, andere beperking van deze motor is dat je eigenlijk niet weet hoe hard die nou precies draait. Of in welke uh, toestand je bent. Hoe, hoe, daarmee bedoel ik in welke hoek die uh, zich bevindt. Daar is een oplossing voor bijvoorbeeld een uh, door, uh, ja, eigenlijk is het een heel. Eenvoudige oplossing, maar uh, vereist, vereist wel wat werk. Je kan een gatenwiel vastmaken aan de as van je motor en dan uh, door uh, met een lampje en een sensor te meten hoeveel gaten er voorbij gekomen zijn, te bepalen wat dan de hoek dus is of wat de snelheid is waarmee je wiel draait. Dus je kan zoiets ook doen door er bijvoorbeeld een, uh, een potmeter, oftewel een draaibare weerstand aan vast te maken. Uh, dus er zijn verschillende manieren voor. Een combinatie van zo'n potmeter, uh, uh, systeem wat de positie bepaalt en uh, uh, van een overbrenging zit hem in deze servomotor. Een heel veel gebruikte type motor. Um, ja, eigenlijk kan je tegen deze servomotor zeggen: als je gebruik maakt van de bijgeleverde software van de Arduino, of eigenlijk de bijgeleverde library waar uh, wat programmatuur in staat, uh, kun je zeggen van nou ga maar in, uh, onder deze hoek staan of ga maar onder die hoek staan. En dan uh, doet hij dat. Um, en uh, er zijn twee verschillende types servos. Je hebt uh, servos die kunnen bijvoorbeeld een uh, hoek van uh, 90 graden of een, een, uh, misschien een hoek van uh, 180 graden draaien. En je hebt het uh, type continuous servo. Dat zijn uh, servos die helemaal rond kunnen draaien. Dus als je iets wil laten rijden, dan heb je uh, daar uh, dat voor nodig. Um, er is nog een derde type motor, en dat is de stappenmotor. En die stappenmotor die, uh, is nog iets geavanceerder. Um, die, uh, is da daarvan is de as in, uh, echt een heel goed te controleren om in een bepaalde stap te zetten, in een bepaalde stand te zetten. Nou, hoe, uh, wat is dan het, het principe daarachter? Dat uh, kun je met dit diagrammetje uh, begrijpen. We hebben in het midden een, uh, nou laten we zeggen, een ijzeren rotor. Dat is een. Uh, 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 hetgene wat ronddraait. En je ziet daar zitten ja, wat uitstulpingen aan. 1, 2, 3, 4, uh, 5, 6. En die komen dicht in de buurt van uh, de stator, hetgene wat vast zit. En om die stukjes van die stator, uh, die tanden naar binnen toe, daar zitten uh, spoeltjes gewikkeld. En door, door zo'n spoel een stroom te laten lopen, wordt dan uh, dat deel van de stator magnetisch en wordt zo'n uitstulping of een tand van de rotor Aangetrokken. Dus nu zou uh, A uh, door, zou er door spoel A een stroom kunnen lopen. En als ik die nou uitzet, dan uh, is die niet meer magnetisch. Dan zet ik D aan. Dan zullen uh, van de rotor tand 2 en 5 worden aangetrokken. En dan zie je dat die een kleine hoek, hè, een klein stukje verandert. Um, en zo kun je dan weer doorgaan naar C en dan naar B en dan weer naar A. En dan heb je dat hier uh, ...rotor tegen de klok in draait. Um, dat kan natuurlijk ook de andere kant op. Uh, nou zal, als je kijkt naar... Uh, ...als je deze uh, stappenmotor openmaakt... Uh, ...zul je zien dat het even wat anders in elkaar zit... ...maar nog steeds is het basisprincipe dat je... ...verschillende spoelen aanzet en dat uh, door magnetisme dan de... ...as een klein beetje wordt gedraaid. Je ziet ook dat er een stukje, uh, uh, een bordje naast ligt... En dat wordt een, een driver genoemd. Dat is een, een, een klein bordje waarmee uh, de, de besturing wat makkelijker wordt. En een van de belangrijkste redenen om uh, uh, ja, uh, wat extra elektronica uh, erbij te gebruiken. Is dat je Arduino eigenlijk niet zoveel vermogen oftewel niet zoveel energie kan leveren. Het is genoeg om een ledje te branden. Het is ook genoeg om bijvoorbeeld een, met een servomotor een... Uh, een wijzertje een bepaalde kant op te laten wijzen. Maar als je met je uh, DC-motor of een stappenmotor of wat dan ook. bijvoorbeeld iets wil laten rijden of iets wil ophijzen of wat dan ook. dan moet je meer energie leveren dan de, uh, het Arduino-bordje zelf uh, kan leveren. En dan is het eigenlijk nodig om een aparte spanningsbron te gebruiken voor je motoren. En zo'n uh, bordje helpt daarbij. Voor de DC-motor is, uh, is daar iets uh, voor nodig. En dat gaan we in een ander filmpje bekijken. Voor elk type motor uh, is, er allerlei, uh, is er allerlei uitleg te vinden. Zijn er voorbeelden te vinden, zijn er ook wel libraries te vinden. Dus uh, uh, ga vooral ook zelf op zoek. Dat was het. Doei!